Melissa Vinks, we zijn hier vandaag in Maaszeel. Jullie speelden met Maaszeel tegen Zulte Waregem, tegen de Belofteploeg. Jullie begonnen heel goed, hè? Heel snel. Mm-hmm. Ja, zeker. Snel begonnen, ja. Ja, meteen een goal in de eerste minuten. Ja, dat is een beetje doorzetten en druk zetten en hopen dat het er in gaat. Hè. Ja, jullie staan aan de leiding al een tijdje nu. Zorgt dat voor extra druk dat jullie telkens moeten winnen? Ja, zeker. En ik denk dat dat vandaag ook al een beetje te zien was. Ja? Het was niet onze beste match van het seizoen. Maar ja, we hebben er toch het beste van proberen te maken, ondanks de hoge druk natuurlijk. Ja, jij scoort drie keer in de eerste helft. Ja. Gelukkig daarmee? Ja, zeker, natuurlijk. Ik denk dat iedereen daar wel blij mee zou zijn. Hè, dus. Ja, nu is het nog een week wachten en volgende week moeten jullie op bezoek bij Cercle Ladies Brugge. Ja, daar kunnen jullie die titel halen. Hoe plezant zou dat zijn om dat te doen? Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Hè. En we mogen dit niet meer uit de hand geven, dus... Ja. We gaan extra ons best moeten doen, 100% inzet van iedereen en als ploeg. Ja. Dus dat moet lukken gewoon. Hè. En gaan er supporters mee zijn Ginder, in Brugge? Ja, ik denk wel dat er genoeg supporters op post zullen zijn, zeker en best. Iedereen kijkt uit naar die dag, hè? Ja, absoluut, absoluut. Oké, ik dank je, proficiat en succes volgende week. Dank je wel.